En personeelsleden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben vanmorgen hun beschikking ontvangen voor een vaste aanstelling bij de overheid. Volgens Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken, is de afdeling personeelszaken druk bezig alle zaken in orde te maken. De directeur zegt dat er een achterstand moet worden ingelopen. De vorige week hebben 50 personeelsleden hun beschikking ontvangen en vandaag is de tweede groep aan de beurt geweest. De komende periode door te gaan werken met betrekking tot afhandelen van de persoonlijke zaken van u, zodat u ook lekker kunt gaan werken, uit die onzekerheid gaat geraken en dat wij dus het ministerie naar hogere hoogte kunnen brengen met uw inzet. Ik wil u alvast hierbij feliciteren en ik reken erop samen met het team dat u harder aan de slag zult gaan en dat u ook anderen blijf motiveren, geloof te hebben dat ook hun zaken in orde komen. Omdat ik zelf weet, ik ben er al bijna 12 jaar bij het ministerie. En ik weet dat er een achterstand is. Ik weet dat we dat aan het inlopen zijn. Ik weet dat iedereen denkt van wanneer kom ik aan de beurt. Maar iedereen komt wel op een dag aan de beurt. We doen het 50, bij 50, bij 50 weer. Maar weet u, het ministerie, 3000 mensen. Dus even patiëntie houden. En we weten zeker dat uw zaken ook rondkomen. Minister André Misikaba geeft aan dat in het verleden mensen op verschillende manieren in dienst zijn gekomen bij sociale zaken. De bewindsman benadrukt dat het een lang traject is om aangenomen te worden bij de overheid. Die beschikking is het stuk dat u mag hebben als bewijs dat u bij Landi zit. En daar staat als gezegd uw personeelsnummer, de positie van u, uw inschaling en uiteindelijk het bruto salaris. En dan wordt u opgeroepen om te komen werken. Wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan vanwege de hele grote nood op het stuk van werkgelegenheid, is dat we mensen die al een missie hebben opgeroepen. We hebben wat regelingen getroffen met hun, terwijl ze werken, verder werd gewerkt aan hun beschikkingen. Maar eigenlijk moet u pas beginnen als u beschikking hebt. En dan werkt u als u uw beschikking voor de 15e krijgt. Dan is de kans groot dat u inderdaad op volgende, in de maand dat van die beschikking dan uw salaris begint te krijgen. Over het algemeen is dan uw eerste salaris een TWK. Want u krijgt betaald vanaf het moment dat in de missieve is aangegeven dat u in dienst bent getreden. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak vanmorgen personeelsleden toe nadat zij een beschikking voor vaste aanstelling kregen.